Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Pizzeria Italia. Al 40 jaar een begrip in Groningen. De Herenstraat Helemaal, die loop ik vandaag met Henk Nijboer. Hij is lid van de Tweede Kamer. En dan voor de Partij van de Arbeid. Zo is het. Henk, trouwens, hoe je ook bent of keert, hij heeft wel een hele mooie schoen dan. Hey. Dat is zo. Geweldig. Ja, ik vind het altijd wel goed om er netjes bij te lopen. Ja, maar dat, ja. Zo sta je ook bekend. Jij bent een nette politicus. Is er nog nieuws? Ja, er is iets over 60 miljoen, hè? Iets in Delfzijl. Wat is dat? Dat is eigenlijk het nieuws? Ja, het is net bekend geworden. Ja, het is nu maandagmiddag. Ja, we nemen het maandagmiddag op, luisteraars. Ja, je moet altijd eerlijk zijn. Ja, nee, precies. Dus, maar er is dus 60 miljoen wordt er geïnvesteerd in de chemie sector, industrie in Delfzijl. Is dat genoeg? Nou, dat is wel veel geld. Zeker in deze tijden waar er veel wordt bezuinigd, dat het kabinet daar extra geld voor uittrekt. Ja. Om mensen die in de industrie werken, ook investeringen in duurzaamheid en in de toekomst. Want Aldel is natuurlijk failliet gegaan. Maar je moet voor elk miljoen moet je hard vechten, Henk, in Den Haag. In Den Haag, dat gaat niet vanzelf hoor. Dat gaat niet vanzelf. Dus daar hebben we heel erg Yvonne van Maastricht ook hier gedeputeerd. Ja, goeie, ook, hè? Ja, dat is een hele goeie. Toch? Hele goeie. Goh. Dat is echt een met hart voor de zaken. Van Maastricht. Die loopt de deur ook plat daar bij iedereen. Heb waar ik ze nog genoemd als toekomstige burgemeester van de staat, maar dat wordt ze niet. Dat weet ik niet. Ja, dat is allemaal nog gaande, maar dit was wel een hele goede burgemeester van Hoogezand en van Winsum. En nu een hele goede gedeputeerde. We moeten hem hebben over de Partij van de Arbeid, Henk. Dat is goed. Oh, je het ook wel of keert. Ja, je kunt er niet omheen natuurlijk. Nee, je kunt er niet omheen voor de verkiezingen. Ongelooflijk. Ik sprak de gisteren net nog even op de weg hier naartoe. Iedereen heeft het over historische dieptepunten. Ja. Ook hier in Groningen weer. Zes zeteltjes en zo. Wat is dat toch? Is het nog wel leuk bij die partij? Ja, het is zeker leuk. Ik ben vanochtend nog met de jonge socialisten, de jonge enthousiaste PvdA's op pad geweest. Zijn die enthousiast? Die zijn enthousiast, ja. Ze zijn ook wel goed. Dus die zijn enthousiast? Echt, ja, die zijn enthousiast. En hier zijn we bij de Harmoniecomplex geweest, natuurlijk, station. Leuk. En spreek je studenten. Dus er zit echt wel pit in. Ja? Ik vind de Carine Bloemhof en zo, dat soort types roelop van de schaduw zijn jongen. Die hun best doen voor de stad hier. Maar jullie worden niet meer serieus genomen. Ook, ik heb me verdiept in alles en zo. Allochtonen, gewone mensen die altijd PvdA stemmen en zo. En ze zijn er allemaal klaar mee. Ja, maar dat is als je ziet wat wij ook voor Groningen bereiken. Hè. Ik had het nou net over Aldel, maar ook de aardbevingen zijn natuurlijk hartstikke klap heeft dat aan mensen geleverd. Hè? Huis een stuk, vertrouwen weg. Nee, natuurlijk. Maar als je ziet hoe we daarvoor gevochten hebben het afgelopen jaar. Max van den Berg daar ook voorop, William Moorlen. Ja. En wij ook, Tjeerd van Dekken, hè? Tjeerd van Dekken hier uit Groningen. We hebben gevochten om dat toch, na schade wat gewoon geregeld moet worden, dat vindt iedereen. Maar ook dat er wordt geïnvesteerd in die ondernemingen. Dat mensen daar weer willen blijven wonen, leefbaarheid, dat allemaal hè, in die dorp. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Nee. En dat, ik hoor andere partijen wel veel roepen, maar wij maken het wel waar. Ja, maar jullie. Ik snap wel dat mensen. Van waar dan die enorme daling? Ja, mensen voelen natuurlijk de crisis die door die bank is veroorzaakt, voelen ze in de portemonnee. En daar worden mensen boos van. Hey, dat snap ik ook heel goed. Daarom pakken we die bank ook aan, hè? Als je Jeroen Dijsselbloem ziet. Ja, maar in 60 jaar in een andere big city, hè, met alle respect, is natuurlijk maar één echte big city. Maar in Amsterdam ook 60 jaar een rood bolwerk. Partij van de Arbeid, altijd de grootste partij geweest. Ja. Ook natuurlijk in deze stad. Ja. En nou, het lijkt erop dat misschien zelfs wel in Amsterdam en Groningen, ik noem maar D66... Of misschien zelfs wel de SP, jullie gewoon voorbij gaan. Ja, maar als je dan toch kijkt naar Groningen, hè, of naar Amsterdam, dat zijn toch fantastische steden. Ja, zijn we toch. Als Groninger zeg je het niet zo snel, maar daar ben je toch trots op. Jawel. Hoe dat erbij. Bijvoorbeeld Vinkhuizen heb ik als student gewoond. Hè. Als je ziet hoe dat winkelcentrum er nu bij ligt, hoe die wijk. Wij gaan ook langs deuren hè, elke week. Hoe mensen tevreden zijn als ze daar wonen. De wijk in. Ja, de wijk in. Ja. Spreken we met mensen. Ja. Die geven ons wel eens op een kop, maar dan vragen we van, wat bevalt u het wonen hier? Is het nou een beetje mooi geweest? Ja, maar jij geeft geen antwoord op mijn vraag. Nou, wat is de vraag? De vraag is, of de stelling eigenlijk, ik ben niet iemand die steeds stelling poneert. Ik vraag liever, ik zeg van, dan moet jullie als Partij van de Arbeid toch enorm pijn doen. Dat als en in Amsterdam
Het rode bolwerk na 60 jaar omver wordt gewoon door D66 en hier in de stad misschien zelfs door de SP of ook misschien wel door D66. Dat kan toch niet? Nee, maar we doen ook ons uiterste best. Ja. Vechten we. De verkiezingen zijn nog een paar dagen. Nee, we zijn al een heel jaar bezig. Ja. We zijn al vanaf begin af aan en we gaan hier in Groningen ook buiten verkiezingen langs de deuren. Om mensen te overtuigen dat het er toch toe doet waar je op stemt. En dan wie de grootste wordt en zo, dat is natuurlijk allemaal hartstikke belangrijk. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. Maar nog belangrijker vind ik dat mensen gewoon netjes kunnen wonen. Dat er werk is. En dan gaat het erom welke partij vertrouw je daartoe. Jullie moeten het jullie moeten het vertrouwen helemaal weer terugwinnen. Dat is zo. Dat is een penswerk. Want er zijn mensen die zeggen van, ik heb ze jarenlang, misschien wel decennia lang... mijn stem gegeven, maar nu is het klaar. Ik stem er niet meer op. Nee. En ik zou toch mensen willen oproepen dat vertrouwen toch weer te geven. Maar waarom, Henk? Nou, als je ziet, bijvoorbeeld in werkgelegenheid is een van de belangrijkste dingen. En ik zit hier natuurlijk voor Groningen, maar ook voor de hele provincie. Gevangenis in Ter Apel zo dicht. Ja. Voor gestreden blijft ze open. Kazerne Assen heeft ChristenUnie ook veel aan gedaan. Dus die wil ik ook daar de credits voor geven. Blijft open. Aardbevingen geweest, ook geld voor investeringen. We hebben nou net vandaag het nieuws van Delfzijl. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat is allemaal in één jaar gebeurd, mede dankzij de Partij van de Arbeid. En toch is het niet genoeg. Er zijn gewoon punten waarop het vertrouwen in de Partij van de Arbeid totaal, maar dan ook echt totaal weg zijn. En de mensen zeggen van, ik stem alles behalve de Partij van de Arbeid, want die krijgt mijn stem niet. Ik ben de straat hierop geweest. Ja. Ik heb het gepeild. Ja. Het is ongelooflijk hoe negatief die reacties zijn. En dat is niet alleen in deze stad, maar dat is landelijk. Ja, maar het is ook wisselend. Dit hoor ik ook, maar dat is ook van alle tijden. Hè? Het is ook van alle tijden. Maar mensen zeggen, ik stem tegenspreken. Maar als je ziet, ik probeer het toch met wat wij doen. Elke dag daar. Ik nu in Den Haag, maar Yvonne hier in de provincie. Ja. En Roland en Carine hier in de stad. En Tjeerd ook in Den Haag. En Tjeerd ook, ja. Dat doen we allemaal. Dat doet ze wel. Dat doet wie ze kent wel. Ze niet. Nee, wie kent ze niet. Maar dat doet ze wel toe, hè. Ik bedoel, de SP heeft geen Kamerlid, hè. Dat vind ik ook wel illustrerend. Ja, nee. Dan vergis je niet hoeveel wij hiervoor bedoelen. PVV heeft PVV. Zeggen, nou, we stemmen op de PVV als protest. Dat steken die steken toch altijd geen poot voor Groningen protest. Uit? Ja, die steken toch geen poot naar Groningen uit? Nee, maar die doen ook niet mee hier in de gemeente. Nee, die doen de gemeente niet mee. Maar bij Europa straks weer wel. Ja, Europa maar wel. Steken geen poot naar de regio uit. Dus wij maken dat wel waar. En ik snap dat het soms moeilijk is. En zeker als mensen het in de portemonnee voelen. Gaat het goed op die bakfiets? Ja, komt goed in beeld. Het was een of ander slippertje. Maar Henk, heb je de t-shirt trouwens aan? Nee, ik heb het t-shirt niet aan. Nee. Ik heb het ook niet eens gekregen. Nee? Maar vertel. Wel geweldig. Henk is op een bepaald moment was hij gewoon... Rutger van Ponius, die... Volgens mij zat bijna elke dag in Ponius. Ja, ik was een itemtje een week. En jouw collega van Dam, hoe heet hij van voornaam? Martijn van Dam, die heeft een beetje in het leven genoemd. Hoe heet die spreuk nogmaals? Vraag het Henk. Ja. Nou ja, onze Henk, die weet ook alles. Maar het ging een beetje in eigen leven leiden. Dat ging een beetje in eigen leven leiden, ja. Ja. En dan staat die Rutger daar elke keer... Met die draaiende camera en die microfoon. En toch heb jij je goed geweerd. Ja, ik vind, kijk, journalisten hebben allemaal hun eigen... Jij ook, hè? Je hebt ook een totaal eigen genre. Oh, ja, nee, daar kun je wel... Dat is niet te evenaren. Nee, maar... En ja, hij heeft zijn eigen stijl. En ik probeer daar gewoon zo eerlijk en goed mogelijk antwoord op te geven. En dat waardeert je. Volgens mij wel. Ja. Vraag het Henk. Geweldig. Ja. Ik heb het shirt nooit gehad, hè? Ik heb het alleen mijn voorganger gekregen, maar ik heb het niet. Nee. En waar ben je er veel op aangesproken? Ja, ik ben er wel veel op aangesproken. Ja? Ja, als je elke dag ik ben op station en zo. Af en toe komt er iemand naar me toe en die zegt: Hey, Nijboer, vraag het Henk. Ja? Is dat goed voor jouw naam, dit? Nou ja, het was ook wel een grappig itempje, dus dat geeft ook niks. Nee, maar ik probeer dat toch ook gewoon. Ik doe financiën daar, ook die banken weer gezond te krijgen. Ja. En daar echt voor de begroting wat te doen voor Groningen op te komen. Dus ik probeer toch vooral. Om de inhoud gewaardeerd te worden. Ja. Maar het is altijd leuk als mensen leuk reageren. Dus politiek blijft nog steeds leuk. Politiek in Den Haag is leuk. Politiek in de Big City is leuk. Ja. Maar politiek is ook... En belangrijk. Belangrijk. Maar politiek is ook leuk, Henk, als je bij een partij zit... waar alleen maar het negativisme van afdruipt. Ja, maar dat is toch ook helemaal niet zo. Maar ik bedoel, zoals het volk erover praat.
Ja, maar je moet ook af en toe, je kunt niet verwachten dat als je in een grote crisis zit, dat je dan raar en mensen worden verliezen hun baan, inkomen staan onder druk, dat mensen dan allemaal joelend langs de kant staan met bloemen. Nee. Dus dat verwacht ik ook nee, helemaal niet. Nee, bloemen niet. Zelf, we komen zelf met rozen, maar bloemen bieden ze dan. Maar wel zo dat mensen het uiteindelijk waarderen, dat eindelijk bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek wordt gebouwd, dat we al die dingen doen, dat we voor de stad, dat we toch blijven investeren in de stad, dat het zo bruisende stad blijft, dat wordt uiteindelijk wel gezien. Daar ben ik echt van overtuigd. Heeft de Partij van de Arbeid überhaupt landelijk gezien nog iemand waarvan jij zegt van, dat is nou echt het gezicht van de Partij van de Arbeid. Dat is een man die partij weer opkrikt. Een heleboel. Ja, noem jij eens 10. 10. Diederik Samsom voorop. Lodewijk Asscher, ook weer hier in Delfzijl zijn nek uitsteken. Jeroen Dijsselbloem, Frans Timmermans. Samson is natuurlijk helemaal niet populair. Wacht even, misschien dat Samson belt. Dat kan wel zo. Is het hem? Nee, het is hem niet. Ik moet hem even wegdrukken. Het is Wijnands. Ik dacht, dit Diederik, want ik had afspraak met Diederik. Misschien belt hij. Nee. Dat is hem niet. Nee, het is hem niet. Maar zoals Jeroen die banken aanpakt, dat zou niemand anders. Dat zou ik denk maar niet dat de VVD dat heeft bedacht. Bonussen wettelijk maximeren. Verbieden. Banken weer gezond maken, weer dienstbaar aan de klant. Dus er zijn mensen genoeg waarvan jij zegt van ja. Zeker. Een heleboel. Ook een heleboel collega's in de Kamer. Ja, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja, het is ongelooflijk. Maar ja, het is ongelooflijk. Ook, ja. Ja, Henk, hij noemt er maar zo 10 op. Ik heb ze niet allemaal gehoord nog. Nou, kan er zo. Moet er nog verder gaan? Nee, we zijn anders er zoveel nee, namen. Nee, maar dat hoeft maar ook niet. Ik heb ze wel hoor. Dat 20. Nee, maar het is, ja, hè? Jawel. Maar wat is nou? Ja, maar je begint natuurlijk alweer met Samson. Je begint met die. Dat zijn allemaal namen waar de mensen helemaal niks meer mee hebben. Nou, is niet waar. Jeroen Dijsselbloem, Lodewijk Asscher, Diederik Samson. Wat die voor Groningen ook heeft betekend. Vergis dat niet. Ja, nee. Goeiedag, hoi. Alles goed? Alles goed, hè? Hoi, man. Ja, toppie. Hoi. Weet nou dat ze gefilmd worden, Henk, hè? Deze, hè? Of niet? Ja, maar dat geeft. Goeiedag. Hoppabal. Hé, hey, Henk Nijboer. Henk, zijn we klaar? Of moeten we nog iets, aan toevoegen? Zeg maar een laatste vraag of zo, to the point. Weet je, dat de mensen zijn als afsluiting zeggen van yes. Henk, als je heel eerlijk bent, is de Partij van de Arbeid al bezig om al die negatieve publiciteit, al dat negativisme weer op te krikken. Er wordt denk ik al gesproken dat ze zeggen van na de verkiezingen moeten we het anders aanpakken. Want zo kan het niet langer. Ja, maar ik ben echt trots op hoe Groningen erbij ligt. Dat we sociaal blijven en voor een sterke, bruisende stad zijn. Dat hebben we waargemaakt en daar moeten we vooral mee doorgaan. We moeten altijd scherp blijven op mensen die zeggen dit moet je beter doen. Maar als een partij van de Arbeid net zoveel stem zou krijgen als de SP, misschien nog wel minder. En als D66 en misschien wel als de Stadspartij. Dan is dat toch een enorme nederlaag. Ja, maar daar gaan we ook niet vanuit. Nee? Dan ga ik de komende dagen, ik sta woensdag ook de hele dag op pad. Ja, woensdag. Mensen weer, ja. Nee, maar dat had er al lang moeten staan. Nou, dat had nu al moeten zeggen dat ze zouden zeggen van die Partij van de Arbeid is gewoon met afstand weer de grootste partij van deze stad. Maar ik vind het gezond dat we ervoor moeten knokken. En dat doen we ook met z'n allen. Roeland, Carine, dat doen we met z'n allen. En heel graag. Hans Perkman of Diederik Samson? Diederik Samson. Ja, die kant op. Mooi man. Mooi. Een betere pak. Nou, die Samson, daar zat wel om gaan.